Facebook, wisten jullie dat? Ja, ik heb ook Facebook, hè. Ja, ik heb Facebook, ja, sterker nog. Ik heb op Facebook, heb ik inmiddels 9000 vrienden inmiddels, hè. Ja, 9000 vrienden. 9000 hele, fijne, warme, innige vrienden. En weet jullie hoeveel van die hele fijne, warme, innige vrienden me hebben geholpen bij de verhuizing? Helemaal niemand! Helemaal niemand. En dat zegt veel zo niet alles over het fenomeen Facebook. Want wat een misselijkmakend medium is dat, zegt dat hele Facebook. Wat een nepwereld wordt doorgecreëerd op dat Facebook. Bah! He, Facebook is er alleen maar voor bedoeld dat mensen hun leven zo mooi mogelijk voorstellen. Iedereen is gelukkig op Facebook. Oh, fotootje erbij. Ik heb zulke leuke kinderen. Vind ik leuk, vind ik leuk. Ik heb zo lekker gekookt. Vind ik leuk, vind ik leuk. Kijk eens wat een mooie poes ik heb. Vind ik leuk, vind ik leuk. Bah! Misselijkmakende wereld is dat, het hele Facebook. Dat kan ik goed aanvertellen. Ik kan zo'n voorbeeld aan halen. Ik zal er eens een voorbeeld doen aan, hè. Gewoon mijn eigen Facebookpagina. Nou, hoppatee. Collega van mij, Harry Jansen, is nu kennelijk op wintersport. Wist ik ook niet. Ik kan het kennelijk betalen. Nee, hè. Is op wintersport. Heeft dan op Facebook een fotootje plaatst, hè. Bal op een of andere barg in Zwitserland. Hè, daar zie je hem staan. Misschien een vrouwenneus hem. Misschien een dochterneus hem. En dan zit dan een tekstje onder. Lekker op vakantie. Lekker aan het ontspannen in Zwitserland met mijn lieve gezinnetje. Omdat het kan. Ah! Wat nu, Harry Jansen, lieve gezinnetje? Wat nu, lieve gezinnetje? Zo de mythe toch op, man? De hele wereld weet dat een kind over de wieven hebt. Een helleveegde, zo bij de Efteling kan solliciteren als hollebolle heks. In de hele wereld weet dat die ranzige, dikke dochter van hoe in de volksmond ook wat een wipkip wordt genoemd, of nee? Omdat het hele dorp er lover in is geweest. En ik kan wend naar de Jansen, want ik ben ervaringsdeskundige. En dan nog spring van mijn lieve gezinnetje, Lord of the Knocking, Johans Worst. Gek dat hij er rondloopt. Maar dat is typisch Facebook, weet je wel. Allemaal van die kulberichten, allemaal van die onzin, van wij hebben het zo mooi. Of ook totale onzinberichten, heel altijd als Sinterklaas het land doet is, hè, nog niet zo lang geleden, Sinterklaas het land doet is, hè, waardoor teleur dan een kerstboom halen, hè. Ja, dan gaan mensen dan gewoon naar een tuincentrum, hè. Dan haalt hij een kerstboom, de boom ging achterin de auto, wie vuurt naar hoe zijn, de boom wordt in een potje geplaatst, er komen balletjes in te hangen, er komen lichtjes in te hangen, er wordt een piek op bezet, en het eerste wat teleur hoort is een foto maken met de mobiele telefoon van de kerstboom, klik klak. En dan kreeg je op Facebook te staan. Zo, hij staat. Ja, nu ben je nog een klapboom nog. Alsjeblieft, waarom doen jullie dat? Wat een onzin is dat? Waarom doe je dat? Ik doe toch ook niet iedere keer als ik bemisteer dat ik het op Facebook zet. Maar ja. Wat een kulkoog is het allemaal. Facebook, een misselijkmakend medium is het. Of ja, waar je dan ook heel vaak gezien, dat is een beetje modern, hè. He, dat de leuting wordt, wil ze medelijden wil ze opwekken met zichzelf. He. Dan wil ze medelijden genereren. Dan zie je in één keer van doet niets. Verschijnt er op Facebook een of andere zwart-wit foto van een lelijke herdershond. En dan zie je dan een tekst zit eronder. Zucht. Het is alweer een jaar geleden dat Herta van mij is heengegaan. Ik mis hem nog iedere dag. En dan schreef ik er direct onder. Ik en nee, groetjes, de postbode. En dat is misschien wel hard. Hè? Maar het is ook wel eerlijk, het is wel direct. En daar ontbreekt het aan het hele Facebook. Eerlijkheid, directheid. Hè? Gewoon zeng wij dood in plaats van al die flauwekul. Gewoon eerlijk zijn. Daar ontbreekt het aan op het hele Facebook. Hè? Dat je gewoon op de zaterdag hand als man zegt wat je hebt te doen. Hè? Dat je gewoon op Facebook zegt. Zo. De mooie naam dat. Even een Poolse prostituee alle hoek van de slaapkamer laten zien. Omdat het kan. En omdat ik er €50 voor betaald heb. En allemaal van die duimpjes eronder weer. Wat vind ik leuk, vind ik leuk, vind ik leuk. En van die reacties eronder. En dan kan ook reacties eronder van. Hé, prostituee. Mooi beroep.
Je komt nog eens onder de mensen.